Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar de vervolgopgaves voor HAVO 5, hoofdstuk 7, 8, nee 17, 18, 19, 7, 8, 9. In ieder geval iets over redox, zuren en bazen enzovoort. We gaan kijken naar de vraag bariumhydroxide. Henk lost 3,5 maal 10 tot de min 2 mol bariumhydroxide op in water. Het volume van de oplossing is 0,75 liter. Bereken de molariteit van de OH-ionen, oftewel de concentratie OH-. Goed, dan wordt er dus opgelost, en dit is ook weer een standaard truc, bariumhydroxide. Bariumhydroxide heeft als formule BaOH 2 maal. En omdat we die dus twee keer een OH- nodig hebben, hebben we het probleem dat als we zeggen die bariumhydroxide wordt barium 2 plus plus OH-. Ik ga maar even voor een begin-reactie-eindschemaatje, puur om dingen duidelijker te maken. Ik begin met 3,5 maal 10 tot de min 2, dat verdwijnt allemaal, maar ik moet hier natuurlijk een 2 hebben staan. Als dit allemaal verdwijnt, dan komt het er in dezelfde hoeveelheid voor de barium 2 plus uit, maar in de dubbele hoeveelheid voor de OH-. Want elke bariumhydroxide bevat twee OH-ionen. Net zoiets als elke fiets bevat twee wielen. Als ik 35 fietsen heb, dan trek ik ze uit elkaar en heb ik 70 wielen. Dus ik heb uiteindelijk 7 maal 10 tot de min 2 mol barium, of nee, sorry, hydroxide. En nu moet ik de molariteit hebben. Nou, de molariteit kan ik gewoon zeggen, concentratie is het aantal mol gedeeld door het volume. Dus dan heb ik 7 maal 10 tot de min 2 mol in een oplossing van 0,75 liter. En een rekenmachine erbij. Waar zit die verstopt? Daar zit die verstopt. Dan hebben we dus 7 maal 10 tot de min 2 gedeeld door 0,75. Oftewel, dan hebben we een concentratie. Twee significante cijfers is alles ingegeven. Dus het antwoord gaat ook in twee significante van 9,3 maal 10 tot de min 2 molair. Dan is de vervolgvraag, wat is nu de pH van deze oplossing? Nou, een grote fout die je zou kunnen maken is dat je gelijk de pH gaat berekenen. Maar het is hydroxide, OH-. Dus het eerste wat we kunnen doen is de pOH berekenen. En de pOH bereken ik door de min log te nemen van de concentratie OH-. Nou, de concentratie OH- die hebben we al. Dus het enige wat ik hoef te doen is, ik druk op de min, ik druk op de log, ik druk op het knopje voor antwoord. En dan krijg ik een pOH van 1,03. Ik rond hem verder nog even niet heel veel af. Maar nu kan ik de pH berekenen. Want pH berekening, lang leven werken met water, pH plus pOH is 14. Dus de pH is 14 min de pOH. De pH is dus 14 min 1,03. En 14 min 1,03 is 13. Eigenlijk 12,97, maar ik maak er even 13,0 van. Goed genoeg. Goed, dit was hem weer. Zoals jullie al zien, de volgende opgave gaat over ozonolyse. Klik op de volgende video in deze afspeellijst. En dan zie je hem. Je weet waar de afspeellijsten staan. Hoofdpagina van mijn kanaal. Afspeellijsten. Playlists. Voor degene die het in het Engels willen. Oei, het begint laat te worden. Dat merken jullie al aan mijn opmerkingen. Yes, geniet ervan.